Aan de titel is te zien dat we zo meteen even wat Tunnekings gaan afsteken voor jullie. De nieuwe weliswaar, maar eerst heb ik wat anders voor jullie. Want de PTD-torch is weer op voorraad, jongens. Je krijgt er een mooie verpakking bij pyroteamdelft.nl. En dan krijg je ook zo'n mooie aansteker. Doet het prima. En vorig jaar en het jaar daarvoor waren ze echt binnen een paar dagen uitverkocht. Dus ik zou zeker snel gaan naar www.pyroteamdelft.nl. We gaan nu even stoken. En dat zijn namelijk deze Tunnekings van Catan. Tunnekings Cream. En vorig jaar was natuurlijk, of twee jaar geleden, was natuurlijk de oude Tunnekings verboden. Dat zijn de single shots, om het maar zo te zeggen. Dus dat is enkel de lucht in en dan een klap. Dat mag dus niet meer. Maar twee klappen of een gil erbij, dat mag dus wel. Hebben we vorig jaar allemaal kunnen stoken. En deze zijn dus dit jaar weer te koop. En ik vond dit zelf persoonlijk de beste Tunneking die nu nog te koop is. Er zit een geel bij en dan een knal. En voor de mensen die de compilatie afgelopen jaar hebben gezien, die hebben kunnen zien dat deze echt van goede kwaliteit is. 20 stuks ervan in. Ik laat hem maar even openmaken. En dan zal je zien dat je kan zelfs de geel eraf halen, by the way. Als je goed kijkt, dan zie je dat hier gewoon een luchthuilertje aan de zijkant zit. Die kan je er op zich zelfs ook afhalen, maar goed. Wij gaan ze even afsteken, dan zullen jullie horen dat het echt een hele goede knal is. En ze zijn dit jaar dus gewoon te koop. Hoe ziek is dat? En de vraag is, hoe lang nog? Want ik heb wel verhalen gehoord dat ze er volgend jaar sowieso uitgaan. Zoals ik al eerder heb gezegd, zijn dus die tunnekingetjes met een geel eraan. Super goede kwaliteit. Zal ik iets verder lopen? Eerst een geel, dan een knal. Hier, ziek hè? Het zijn gewoon hele goede tunnekings, man. Wat een knal, kijk. PTD-poortje is ook echt ziek om mensen te stoken, man. Zo, die was harder, hè? Ja, sommige zijn hard. Sommige wat minder. Heerlijke knallen, man. En dan gaan ze dus eruit vanwege enkel shot. En dan zijn ze eigenlijk nog beter als dat ze als single shot waren. Hoppa. Zo eentje. Wat een knallen, hè? En hier zitten er dus 20 van in een pak. En ze zijn natuurlijk wel wat duurder dan vroeger. Maar goed, je hebt voor 20 heb je er heel veel van. Sorry? Ja, zeker, zeker. Laat even weten in de reacties ook of jullie ook al Tunnekings hebben besteld dit jaar. Wij noemen ze Tunnekings, maar officieel vallen ze dus onder de mines. Daarom mogen ze dus. Hallo. Oh, topknallen, niet normaal. En groot ook lekker hier, hè? Ja, man. Mochten jullie nog een tip hebben welke Tunnekings die nu nog te koop zijn, misschien nog wel beter zijn dan deze, laat het even wel achter in de reacties. En dan kunnen we die misschien voor oud en nieuw ook halen. Oh shit, man, die is te dichtbij.
iedereen tegelijk. Die was dan iets meer gekend, uiteraard. Hoe raar is dat, jongens? Met een gil, of hij knalt dubbel, of hij knalt zelfs driedubbel, mag het wel. Maar enkel shot mag dus niet, omdat het dus gevaarlijk is omdat je naar mensen kan schieten. Bijvoorbeeld, maar dat kan dus bij deze natuurlijk ook. Zo, bijna gans uit de lucht. Die was weer harder, hè? Hop, twee tegelijk. Omdat het kan. En deze nog. Hoppa. Kijk, zo zijn ze het mooiste. Zo half over de weg. Beetje in de lucht. Dan hoor je de knal extra hard. Zoals jullie hebben kunnen zien, hele goede Tunnekings die gewoon nog te koop zijn. Dus je kan ze gewoon nog kopen en legaal in bezit hebben. Ik ben tijdens de video even vergeten om te zeggen dat de oude Tunnekings, dus dat zijn echt die single shots, dat die illegaal zijn om in bezit te hebben. Nou zou ik altijd afraden om die echt in bezit te hebben, jongens. Want mocht je een keer politie treffen of wat dan ook, dan heb je dus gewoon illegaal vuurwerk. Hoe bizar is dat? Want dat vuurwerk is gewoon gekocht in Nederland een paar jaar geleden. En nu is dat dus illegaal vuurwerk. Bizar. Deze bijvoorbeeld met de gil. Die zijn veel harder dan dat een paar single shots vroeger waren. Maar goed, wij klagen er niet om. Als het goed is zijn ze er denk ik volgend jaar of het jaar daarna zeker niet meer te koop. Dus ik zou zeggen, geniet er nog van zolang ze er zijn. Thanks voor het kijken. Vergeet niet te liken, vergeet niet te abonneren. En morgen gewoon weer een video. Later.